Erwin Breukelman, drievoudig winnaar met AZVV van de Ahoff Rijnbokaal. Ja, het is een toernooi wel wat jullie ligt, hè? Het is een toernooi en dat ons ligt, ja. Dat blijkt wel als je hem 3 keer wint tot nu toe. Gaat prima. Merk je ook dat het bij jullie in de ploeg ook echt leeft? Want ja, die beleving, zeker afgelopen jaar, was er absoluut. Ja, weet je, het is aan het begin van het nieuwe seizoen. Dus iedereen met Friese minuut begin je weer aan het nieuwe seizoen. En iedereen wil wat laten zien natuurlijk. Dus ja, daar ga je er wel voor. En dat het dan met een overal bokaal kan, dan is dat wel extra leuk. Zeg, ik bedoel, oefenwedstrijd waar ergens om gaat, dat is wel mooi. Ja. Ja, je noemt het al even, een begin van de voorbereiding, dat maakt het soms natuurlijk ook wel wat lastig. Hè? Want het publiek verwacht natuurlijk wel wat, zeker als je bijvoorbeeld tegen een Hogeveen moet. Ja, dan telt er maar één ding en dat is winnen. Terwijl de trainer vaak het gevoel heeft van, ja wacht even, maar die voorbereiding is het belangrijkste. Ja, die denken, ik wil de jongens uitproberen. Maar ja, goed, aan de andere kant moet je met alle jongens kunnen doen natuurlijk. Doorgaan in het seizoen kun je ook geblesseerd krijgen of wat dan ook. En dan moet je het ook doen met de jongens die er dan staan. Dus, en tegen Hogeveen, ja, dat zijn altijd mooie wedstrijden. Dat gaat wel ergens om. Breng me even tot de editie van vorig jaar. Ja, die eerste wedstrijd tegen Ruinen, die wonnen jullie dik. Een recordzege in de geschiedenis van de HZVV. Dat was een lekkere start. Dat was een prima start. 14-1 was het volgens mij, hè? Ja, ja, dat was een prima start, ja. Dat ging wel gemakkelijk. Kunnen we wel zeggen dat jullie toen op dat moment toch wel een beetje in een kleine flow kwamen? Want ja, die voorbereiding liep geweldig vervolgens. AZV werd verslagen bij de start van de competitie. Het gevoel moet heerlijk zijn geweest op dat moment. Ja, het begin van het seizoen was heerlijk. Ja. AZV, net wat je zegt, 10 punten uit 4 wedstrijden hadden we de eerste 4 wedstrijden. Ja, dat is natuurlijk een keurig resultaat voor AZV. Nee, ja, dan moet je nog laten zien voor de rest. Dat is wel het bekende verhaal van de promovendus. Van ja, Hoogveen heeft het ook een paar keer meegemaakt. Dan is de start hoopgevend. Maar dan komen de wetten van de hoofdklasse echt om de hoek uit. Ja, begin met een kennerploeg je misschien nog niet zo goed. En dan begin je met frisse moed. En dan ga je er met z'n allen voor. En dan heb je angst voor niks. En dan gaat het allemaal wel. En later moet je wat slimmer zijn. En misschien dat we net die ervaring een beetje misten in de ploeg. Of net een slimmigheidje misten in de ploeg. Moet ik heel eerlijk zeggen dat we echt wel veel pech hebben gehad, hoor, in de wedstrijden. We hebben echt goede wedstrijden gespeeld en dan toch niet gewonnen. In ieder geval gelijk of verloren. Ja, eigenlijk doodzonde. Merkt u ook dat de tegenstanders zich meer op jullie gingen instellen? Ja, op een gegeven moment dan merk je dat wel, ja. Kijk, die tegenstanders in de hoofdklas hebben allemaal scouts aan de lijn staan. Dus die weten wel van hoe wij gaan spelen en hoe wij doen. En, maar goed, die hebben wij ook en doen wij ook. Alleen, dan komt misschien de kwaliteit naar boven. De kader inmiddels verwerkt van de degradatie. Want ja, jullie hadden natuurlijk nog hoop om je via die nacompetitie te handhaven. Dat lukte uiteindelijk niet. Dan is de teleurstelling enorm. Ja, de kater is inmiddels wel verwerkt, hoor, moet ik zeggen. Maar na die eerste wedstrijd, op die zaterdag dat we 4-1 verloren van Zwaluwe. Ja, toen zakte de moed wel een beetje in de schoenen. Dan denk je van, nou zijn we afhankelijk van hun. En dat bleek ook, we hebben 2 wedstrijden daarna prima gewonnen. Alleen zij die andere 2 ook, dus mocht het niet genoemd zijn. Carlo Meppeling zei vorig jaar van, heerlijk in die hoofdklasse tegen Genemuiden, ACV, prachtige ploegen. Wat dat betreft is volgend jaar toch even weer omschakelen. Je bent ten eerste de gedoodverfde favoriet misschien wel bij veel tegenstanders. Plus de tegenstanders, ja, die spreken qua naam niet zo geweldig aan. Nee, dat klopt. Ja, als je kijkt naar de entourage op de sportpark en zo, is dat gewoon echt een stapje minder in de eerste klasse. Ja. En ik weet nog niet of we in Noord komen of in Oost. Ik verwacht Noord, omdat ja, SZW is ook gedegradeerd en Berkum en die blijft erin. Dus ik verwacht dat we in Noord komen. Ja, dan, zijn de entourage, dat met name het publiek, de sportparken waar je komt, is wel even wat anders dan in de hoofdklasse. Ja. Dan blijft de hoofdklasse toch echt wel mooier. Heeft nou jezelf een echte Hardenberger die zo langzamerhand Mr. HZVV aan het worden is? Nou ja, Mr. HZVV wil ik het niet noemen. Edward Duijs is ook nog, hè, die bijna op 300 zit. Maar ik ben wel een echte Hardenberger, ja, dat klopt. Ja, ik ga nu mijn 8e seizoen in bij HZVV. Nou, ik denk een wedstrijd over 210 gespeeld nu, dus gaat goed. Wat maakt HZVV voor jou de club op dit moment? Ja, op dit moment, ik vind de sfeer bij de club vind ik gewoon goed. Ik vind het altijd gezellig. Ik vind het team heel gezellig. Jonge jongens die er weer bij komen. Ze scouten toch wel op een beetje wat personages ook. Dat er goede karakters in het team zitten. En HZV is, mensen zeggen het zelf ook altijd, dat is meer dan voetbal alleen. Maar zo voel ik het ook wel weer. Het is altijd gezellig en leuk. Ja, Arjan Kleine en Pim de Jonge, natuurlijk 2 belangrijke steunpilaren die vertrekken. Dat is een mooie taak straks om dat allemaal weer op te gaan vangen. Ja, dat klopt. Ja, die taak die is aan de rest van de spelers om dat op te vangen. Ja, Pim is natuurlijk geweldig dat hij de stap naar HZVV kan maken en mag maken. Daar moet HZVV gewoon heel trots op zijn. En Arjan Kleine, ja, dat is jammer voor ons, maar wel begrijpelijk in de situatie thuis. Heeft nu een kleine. En die gaat lekker bij Persen voetballen, begrepen. Dan nog even naar Pim de Jonge. Van, ja, hij belandt natuurlijk bij een HSC. Dat een heel ander HSC is, denk ik, dan 8 jaar geleden.
Ja, dat klopt. Ja, kijk, als ik daar ben, ik ben er nog heel soms van. Meestal moet ik zelf voetballen natuurlijk op zaterdag. Maar ja, als ik daar ben, dan is het gewoon... de supporters en al, die zijn nog hetzelfde, laat ik zo zeggen. Het is wel de supporterschade is wel wat groter geworden. Maar ja, de clubbeleving in het eerste elftal, ja, dat gaat echt richting de profclub gewoon. Hoe ze daar allemaal doen. En dat was toen nog wel wat minder, 8 jaar geleden. We werden wel 2 keer hoofdklasse kampioen. In die tijd had ik nog bij HC. Maar... ja, dat is nu is dat eigenlijk niet meer te vergelijken met 8 jaar geleden. Daar is zoveel gebeurd en ze hebben dat zo goed allemaal gebouwd en opgebouwd. Ja, dus ik ben wel heel benieuwd hoe die dat gaan doen. Droom je nog eens van dat niveau of zeg je van, ah nee, dat is gewoon niet realistisch meer? Nee joh, daar droom ik niet van. Nee joh, dat laat ik lekker aan Pim de Jong over. Ik hoop dat hij het dan kan laten zien. Dat zou ik hartstikke mooi vinden.